Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een knoop maken. Het is de magische knoop of de weversknoop. Het is heel handig als je weet hoe je de draden aan elkaar kan knopen als je dus aan het haken bent. En ik doe het eventjes met twee verschillende kleurtjes, zodat je weet hoe dat je het moet knopen. Dus stel je, dit is je werk en je wil er nog een knoop in leggen, dan leg je niet een gewone knoop, maar je legt de weversknoop. En je legt dus eigenlijk je andere garen er overheen en dan ga je onderdoor. En dan leg je daar een knoop in. Zie je, dit is gewoon een platte knoop. Dan ga je weer met deze draad ook weer een platte knoop maken. En dan heb je twee knopen en die trek je naar elkaar toe. Zie je? Je kan hem heel hard aantrekken en er gebeurt niks. Nou, je hebt nodig dus een schaartje. En dan kan je hem best kort afknippen. En dan is dit je knoop. En dan zal ik eens een stukje gaan haken en dan kan je zien, eventjes een lusje erin leggen. Dat je gewoon mee verder kan. Dus je zorgt gewoon dat je de weversknoop gemaakt hebt. Zie je? En hij valt gewoon weg. De knoop valt gewoon weg. Aan de achterkant zit het, maar het is gewoon stevig genoeg. Als je deze video nou leuk vond, graag duimpje omhoog en hieronder abonneren. En ja, ik maak elke keer nieuwe dingen en kijk op YouTube voor Iedereen kan haken. En bedankt voor het kijken naar deze tutorial of naar deze video. En ik zie je graag de volgende keer weer terug.